Het allerstrafste van de popgeschiedenis, live op één dag. VW Classic, zaterdag 23 juni, Festival Park Werchter. De Skeps, Hof van Commerce, Kaiser Chiefs. Amy McDonald, De Kreuners, Sting en Lenny Kravitz. Tickets en info, tvclassic.be. Samen met het laatste nieuws, Humo, Jim, VT4 en M&M. 11 uur het nieuws met Jan van Dam. Europees president Van Rompuy wil zich nog niet uitspreken over een soepeler bespaar. Peter van der Veyre heeft het wereldrecord radiomaken op zijn naam. Hij heeft 1 uur langer radio gemaakt dan de Italiaan Veneri, die in mei 2009 183 uur lang aan een stuk doorpresenteerde. 7 dagen geleden begon Peter van der Veyre aan zijn recordpoging onder de titel Marathon Radio. Naast het wereldrecord breken, wou hij ook alle studenten in deze blokperiode een hart onder de riem steken. Dat was het nieuws. Les je dorst naar kennis op lesjes.eu. Tournee geniaal! Lesjes is more. M&M. 1 man. 1 microfoon. 1 marathon. En 1000 studenten. Ja, ik sta hier nu toch nog, sorry. Excuseer. Ja, want ik moest, ze hadden mij gezegd van ja, maar je moet dat dan doorgeven en al en speciaal. Dus vandaar DJ Bart de Raas en, ja. En DJ Thibaut Lekker Krokant, hier, die eigenlijk gewoon op mannen van 40 valt. Thibaut Renard, je moet dan komen. Maar de baas wou nog iets zeggen. Hallo Rino. Dag Peter, ik heb een Olympische kroon mee. En dat is voor alle luisteraars, voor het hele M&M-team en ook speciaal voor jou. Deze Olympische kroon voor de Olympische radioprestatie Marathon Radio. Proficiat. Ik mag toch echt wel hopen dat jij die kroon zelf, die blaadjes zelf geplukt hebt en zo in de kleuterklas, of niet? Ik ben daar een week mee bezig geweest. Bijna 183 uur. Ja, van dat werken noemen ze dat, dames en heren. Goed, dankjewel. Ik ruk mijn koptelefoon eruit. Ah, en het is aan u. Ja, Peter van der Veyre, maar ik ga nog even aan de andere kant staan. Je mag nog niet buiten. Okay, ik moet ook één ding dat we toch even nog graag aan jou willen vragen. Samen. Ja, dat is ook prachtig. Als je nu naar Op 12 kijkt, dan zie je een Peter van der Veyre met een krans rond zijn hoofd. Prachtig eigenlijk, als een soort geilige. Peter, zet je even aan de microfoon, zoals je de voorbije 183 uur gedaan hebt. Want, Thibaut, we moeten Peter nog iets vragen. Hè. Dat klopt. Ja. Peter, voor je 85, vertrekt... pardon. 85. Ja, excuses. Dronkaards? Ja. Voor je vertrekt, Peter, hebben we nog één ding nodig van jou. En dat is? Ah. Ik denk dat je het stiekem al een klein beetje weet wat we nodig hebben van jou. Barakje. Wat denk je? Een barakje? Een barakje. Hey, ja. Ben je er klaar voor, Peter? Ik weet het niet, ik ben een beetje zenuwachtig voor. Ik heb dat nog nooit gedaan, hè. Jouw laatste energie in dit barakje. Klaar? Ja. Komt-ie. Yes, we can. Yes, we can! Wat, we gaan eens iets proberen. Je zegt gewoon Barack Obama even na. Je ziet toch naar mij in de studio, dus zeg gewoon Obama even na. Daar ga je, van je 1, 2, 3. Yes, we can. 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 Oh. Yes, we can. Yes. Yes, we can. Yes, we can. Barack. Uitstekend! Barack, can you repeat the sentence you just said on the radio? Yes, we can. Yes, we can. Ah! En nu ga ik pissen zien. I can see the sun coming up. Yes, I can. Yeah, I feel like I've been down for a while. Ah, can feel the world spinning around. Do you feel it? Yes, we can! Goed, goed, goed. Yes, we can! All right! Yes, we can! Het beste uit 100.
185 uur marathon radio. Ik geloof die jingle niet, Thibau. 185 uur. Het is echt crazy. Stel je voor dat je dus nu hier binnenstapt en hier 185 uur moet blijven. Ah, nee, wij mogen over twee uur al naar huis, maar ondertussen dus het allerstrafste uit 185 uur, wat een waanzinnige job was om te doen, want dat is gewoon veel te veel uren om in twee uur te proppen. Maar we hebben toch een poging gedaan, we zijn begonnen inderdaad met alle barakjes, of toch heel erg veel, op een rij te zetten. Heb jij al een barakje gedaan, Thibau? Nee. Ja, maar we gaan dat misschien voor straks houden of zo. Ja, eigenlijk ook, het is al eigenlijk gedaan. Hè. Ik denk dat het barakje van mee gaan slapen is met Peter, denk ik. Voilà, het barakje van Peter moet het laatste barakje zijn. Voilà. Maar we kunnen er wel nog één laten horen dat echt prachtig was, van een koor dat hier een tijdje geleden was. Zaterdag zondag heten ze en ze hebben Peter er helemaal bovenop geholpen met een prachtig gezongen barakje. Yes, we can. Geef toe, daar worden we vrolijk van. Allee, ik toch. Het was speciaal, zoals Peter zou zeggen. Nogal, ja. Zeg, Thibau, 185 uur geleden, waar was jij toen? Dan was ik thuis, want ik heb een nachtshift gedaan tijdens deze week, dus ik was s'nachts bij Peter. En ik was me daarop aan het voorbereiden, ik wou mijn bioritme laten omslaan. Dus ik zat eigenlijk, ik ging bijna slapen toen het 6 uur was en Peter begon. Ja, ik was hier gewoon. En ik heb dus live meegemaakt en wij niet alleen. We gaan eens even terug naar het begin, toen Peter nog fris en monter was, naar 185 uur geleden. Zo klonk het begin van deze marathonradio. M&M. Eén man, één microfoon, één marathon. En duizenden studenten. Marathon Radio. Peter van de Veire. Nou. Goedemorgen, het is 6:02. Hier is al veel te veel volk om zo vroeg te zijn. We gaan eraan beginnen. De langste ochtendshow ooit waarschijnlijk. De bedoeling is dat die een paar dagen duurt, maar we doen het vooral voor jou. Als je aan het boken bent of je hebt examen vandaag, heel veel sterkte. Ben je er klaar voor? Ik wel. Marathon Radio. M&M steunt studenten. Met nu. Uur 1. Het eerste uur dus. En er zijn van die platen die mij ongelooflijk recht gaan houden. En jou waarschijnlijk ook wel. Het is een mevrouw die een beetje last heeft van haar darmen in het begin. Zeg, goedemorgen. M&M. Het beste uit. 185 uur Marathon Radio. Ja, dat was al een topmoment en we waren 5 minuten bezig. Dus laat staan wat er nog komt. Maar er zijn nog onwaarschijnlijk veel mensen wakker nu waarschijnlijk naar M&M aan het luisteren. Dat moet toch zo even afkicken van die Marathon Radio. Dus laat gerust even weten, wel terug via ons oude nummer, 6050. Waar is de tijd? Terug via 6050. Laat gerust even weten wat jouw absolute topmoment was van deze Marathon Radio. En dan kunnen we dat misschien even laten horen, want we hebben nog heel wat voorbereid. Ja, er zijn heel veel mensen die het concept zelfs een beetje misbegrepen hebben en gewoon zijn blijven hangen de hele week aan Marathon Radio, ja, in plaats nogal, van te studeren. Ja. Dan heb je ongetwijfeld veel gehoord, veel meegemaakt. 6050, laat het ons weten. Of ook, wie weet, als je een plaatje wil horen, dat kan ook altijd. Deze, denk ik, was een van de meest aangevraagde van mij. En van de meest gespeelde. Carly Rae Jepsen. I threw